Jullie hebben allemaal wel eens van Pinkeltje gehoord, hè? Ja? Zo, jullie verhaal. De boeken van Pinkeltje zijn in de afgelopen 40 jaar bijzonder populair geworden. Rondom de figuren die in de verbeelding van Dick Laan ontstonden, is in de afgelopen maanden geheel volgens videotechnieken een familiefilm gerealiseerd met Aart Staartjes in de hoofdrol van Pinkeltje. Met een weerballon, of juister gezegd een heen- en weerballon, want die gaat er ook mee terug, komt Pinkeltje naar Mensenland om er te zoeken naar een aantal gestolen pinkels. Bij Video Hilversum is lange tijd intensief gewerkt onder regie van Harry Geelen, wiens tekenfilmervaring van grote waarde was voor de moeilijke trucagetechnieken van deze productie. De hele studio was met het oog daarop blauw gehouden. In de regieruimte hebben de technici een volledig overzicht over de beelden van alle camera's. Ze kunnen het blauw achter de figuurtjes naar believen vervangen door beelden van de andere camera's, waardoor er verrassende combinaties mogelijk worden. Zo kan het gebeuren dat twee acteurs van normale afmetingen opeens als piepkleine pinkels naast het hoofd van een andere acteur komen te staan. Het is voor het eerst dat in Nederland een film volgens deze technieken is vervaardigd. Hier nog een sprekend voorbeeld van die techniek. Pinkeltje, in het egaal blauw van de studio, bereikt in een totaal ander decor het blad van de werktafel waarop de acteur inmiddels in slaap is gevallen. Zo is de hele handeling van de film eerst op videoband vastgelegd. De beelden worden daarna via lasertechniek op film overgebracht. En deze film over de avonturen van Pinkeltje zal Nederland omstreeks juni in de bioscopen kunnen zien.